Goed, oefening 21 bij op pagina 38. Je hebt daar twee gegevens, de hoekgrootte D is 60 graden. Je weet ook, dat de hoekgrootte D 2 keer de hoekgrootte F is. Er wordt nu gevraagd naar de hoekgrootte van de hoek E en de hoekgrootte van de hoek F. Ja? Hoe gaan we dat nu doen? We moeten dat gaan oplossen met berekening, dus je mag geen tekening maken. Dat zal ook niet lukken in dit geval. En liefst deze op te lossen met een vergelijking als tussenstapjes. Ja? Uit dit gegeven ga je straks de hoekgrootte F gaan kunnen bepalen. Hoekgrootte E, ja, je weet nog niets, dus je kan nog niets doen. Dus ik ga eerst hoekgrootte F uit dit gegeven halen. Dus ik schrijf deze gegevens ook nog eens over bij mijn oplossing. Dat hoekgrootte D gelijk is aan 2 keer de hoekgrootte van F. Je weet, hoekgrootte D, dat is 60 graden uit het gegeven. Dus 60 graden is 2 keer de hoekgrootte F. Ja, ik denk dat het logisch is. Wat is 2 keer? En het moet gelijk zijn aan 60 graden. Dus 2 keer iets moet 60 graden zijn. Ja, 2 keer 30 is voor mij nog altijd 60 graden. Dus dan weet je hieruit dat de hoekgrootte F... Dat vind je eigenlijk door die 60 graden te gaan delen door 2. En dat is dan gelijk aan 30 graden. Dus je weet al één zaak, dat de hoekgrootte van F 30 graden is. Nu gaan we verder. Nu moeten we nog de hoekgrootte E gaan bepalen. We zitten nog altijd in het hoofdstukje driehoeken. Dus je weet de eigenschap van driehoeken is dat de som van al de hoeken gelijk is aan... 180 graden. Dus in symbolen heb je gezien dat de hoekgrootte D plus de hoekgrootte F plus de hoekgrootte E gelijk is aan 180 graden. De som van de hoeken in een driehoek. Schrijf dat er ook bij. Hoekgrootte D uit je gegeven, dat is 60 graden. Hoekgrootte F heb je daarnet berekend is 30 graden. Hoekgrootte E, dat weet je niet, dus dat schrijf je over. En dat is nog altijd gelijk, deze som, aan 180 graden. Dus hier heb je gewoon alles wat je wist ingevuld. Goed. Nu is het gaan oplossen met een vergelijking. Wat kan je doen? Je kan deze twee gaan samentellen. Dat is 90 graden. Plus nog altijd iets dat je niet weet, die hoekgrootte E is 180 graden. Je hebt hier nu gelijkheid staan. Je hebt een linkerlid en een rechterlid. In uw linkerlid moet het 90 graden weg, dus min 90 graden. Dus dan ga je bij de 180 graden ook min 90 graden uitvoeren. Dus dan heb je hoekgrootte E. Dus 180 graden min 90 graden. Hoeveel houd je nog over voor deze hoekgrootte E? 90 graden. Dus dan weet je dat hoekgrootte E gelijk is aan 90 graden en hoekgrootte F gelijk is aan 30 graden. En dan heb je alles netjes opgelost zoals het hoort.